Zorg dat je op een comfortabele ondergrond ligt en dat je niet gestoord kunt worden. Storende factoren heb je uitgeschakeld. We gaan ons eerst richten op je ademhaling. Deze ademhalingstechniek kun je altijd gebruiken, bijvoorbeeld bij angst- en paniekaanvallen. Verplaats je aandacht naar je ademhaling en neem het natuurlijke ritme waar. Je hoeft niets te veranderen aan je ademhaling. Neem alleen het natuurlijke ritme waar. Adem nu langzaam in door je neus. Bij iedere inademing haal je adem vanuit je diafragma. Je buik zet zich dus uit. Houd je adem nu 3 seconden vast. Adem vervolgens langzaam weer uit, waarbij je tot 5 telt. Dus in, 3 seconden vast en weer uit. 5 seconden. Doe dit in een rustig tempo en herhaal dit een paar keer. Neem nu weer je normale ademhalingsritme aan. Al je spieren zijn nu ontspannen. De spieren van je voeten. Je onderbenen, je bovenbenen en je bekken. Ook de spieren van je onderbuik en je onderrug zijn helemaal ontspannen. Je wervelkolom, je bovenrug, je borstkast. Al deze spieren zijn nu ontspannen, zwaar en loom. De spieren van je hals, je nek, je kaakspieren en de spieren van je wangen zijn allemaal ontspannen. Ook de kleine spiertjes rondom je ogen en je voorhoofd. Helemaal ontspannen. Vooral in deze kleine spiertjes kan veel spanning zich vastzetten. Dus ontspan deze spieren goed. Evenals de spieren van je wenkbrauwen. Nu is ook je hoofd, je voorhoofd, helemaal ontspannen. Je armen langs je lichaam zijn zwaar en loom door de ontspanning. En als je nog ergens spanning voelt, adem daar dan naartoe en ontspan deze spieren alsnog. Bij iedere uitademing ontspan je meer en meer. Zeg bij iedere uitademing ontspan of laat los. Op deze manier maak je je lichaam steeds zwaarder en zwaarder en komen al je spieren in ontspanning.
Ik tel zo dadelijk van 5 naar 1. En bij iedere tel zak je nog wat dieper in je ontspanning. Vijf. Je voelt je rustig en ontspannen. Vier. Je gaat dieper en dieper in je ontspanning. Drie. Je bent veilig en beschermd. Er kan je niets gebeuren. 2. Je lichaam voelt helemaal zwaar op de ondergrond waarop je nu ligt. 1. Je bent nu helemaal ontspannen. Je voelt je rustig, kalm en beschermd. Er kan je niets gebeuren. Je bent veilig. En je bent helemaal ontspannen. 3. Je staat aan de rand van een mooi bos. De zon staat hoog aan de hemel en geeft een aangename temperatuur. Niet te warm, precies de juiste temperatuur. Je voelt een zacht briesje over je huid gaan en je hoort de prachtige geluiden om je heen. Je ruikt de bosgeuren. Voor je ligt een pad dat verder het bos ingaat. Je loopt langzaam dit pad af en je merkt dat de ondergrond zacht aanvoelt, als fluweel onder je voeten. Terwijl je langzaam vooruit loopt, verder het pad op, kijk je om je heen en je verbaast je over de prachtige grote bomen met hun uitgestrekte lange takken. Met grote bladeren, waardoor het zonlicht wordt gezeefd. Je ziet het gras tussen de bomen, de bloemen in volle kleuren en geuren, en je verbaast je over de schoonheid. Dan valt het je op dat het bos een magisch karakter krijgt. Al het groen om je heen, alle planten en bomen langs het bospad, stralen ineens een prachtig wit licht uit dat zich over jou heen verspreidt. Je voelt dit licht als een zachte, warme deken over je heen gaan. Je voelt het van je kruin tot aan je voeten. Dit zuivere witte licht is pure energie en het doordringt je huid. Je kunt het zelfs voelen tintelen in je vingers en je tenen. Je bent beschermd en je voelt je sterk en krachtig. Deze energie heeft een helende werking. Het geeft je kracht. Het heeft een heilzame werking voor je lichaam en ook voor je geest. Je loopt langzaam verder het pad af en je ziet verderop een open plek in het bos. Er staat een bankje en je ziet dat er iemand op het bankje zit.
Langzaam loop je naar het bankje toe. En je ziet dat er een kind op het bankje zit. Je kijkt het kind goed aan. En je ziet dat jij dit kind bent. Het kind dat je vroeger eens was, zit hier op een bankje, midden in het bos. Kijk eens goed naar dit kind. Hoe ziet dit kind eruit? Hoe oud is dit kind? Welke kleding heeft het kind aan? Je besluit plaats te nemen naast dit kind en je laat het kind praten. Je luistert en terwijl het praat, sla je een arm veilig om het kind heen. Luister aandachtig. Neem even de tijd om te luisteren. Je hebt het kind nu even aangehoord. Als het kind zich vroeger onveilig voelde en alleen, onbeschermd of ongeliefd, zeg dan dat jij er nu voor het kind bent. Doe dat even. En terwijl je de woorden innerlijk uitspreekt, houd je het kind vast, veilig en beschermd. Jij zult er altijd voor het kind zijn, want het is immers jouw innerlijk kind. Je laat het nooit in de steek en het kind zal nooit ongeliefd zijn. Het heeft altijd jouw bescherming en je onvoorwaardelijke liefde. Deel samen dit moment en neem er even de tijd voor. En terwijl je je innerlijk kind stevig vast hebt, als je het al je liefde en warmte hebt gegeven, vormt er zich opnieuw een fel wit licht om jullie beiden heen. Je beseft dat je samensmelt met het innerlijk kind. Dit kind is deel van jou en dat zal het altijd zijn. Je hebt het kind liefdevol in je opgenomen. Jullie zijn nu samen één.
Dan volgen nu een paar affirmaties. Spreek ze in gedachten of hardop na. Ik accepteer mezelf zoals ik ben. Ik hou van mezelf en mijn omgeving. Het verleden heeft geen macht over mij. Ik leef in het hier en nu. Ik behandel anderen zoals ik zelf behandeld wil worden. Ik ben sterk, krachtig en vol energie. De wereld om mij heen is liefdevol, omdat ik liefdevol naar de wereld ben. Mijn wereld is veilig. Dan wordt het nu weer tijd om terug te keren. Ik tel zo dadelijk van 5 naar 1. En bij iedere tel word je je meer en meer bewust van je omgeving. 5. Je voelt je rustig en ontspannen. En je wordt je bewust van je lichaam zoals het hier nu ligt. 4. Je voelt je krachtig en sterk. En je wordt je al wat meer bewust van je omgeving. 3. Je bent lekker ontspannen en je voelt de ondergrond waarop je nu ligt. 2. Je hoort de geluiden om je heen en je kunt de spieren van je lichaam langzaam en rustig bewegen. 1. Je doet je ogen langzaam open. Je gaat een paar keer goed door en strekt je even helemaal uit. Je voelt je fris, fit en krachtig en blijft nog even rustig liggen totdat je zin krijgt om op te staan.